Ja, het is nog een beetje werk in uitvoering, maar het mag de pret niet drukken, want we hebben weer een uniek project te koop. In Vierhouten, in deze voormalige groepsaccommodatie, daar zijn 3 seniorenwoningen gerealiseerd. 1 daarvan is al verkocht. Ik mag u er nog 2 aanbieden. De middenwoning en de hoekwoning. Het complex is in de afgelopen maanden compleet gerenoveerd. Nieuw dak opgekomen, nieuw pannendak. Binnen is de woning gesplitst in 3 woningen met allemaal beneden een slaapkamer en een badkamer. Dat is dus ideaal voor de doelgroep die gelijkvloers wilt wonen, die gemak wil, niet te groot hoeft te wonen, maar wel heerlijk in Vierhouten, hartje van de Veluwe wil wonen. En je hebt toch een heerlijk terrein. Hier komt een gemeenschappelijk parkeerterrein met elk huis krijgt 2 parkeerplaatsen. Dat wordt allemaal nog aangelegd komende maand met een pad naar de woningen toe en achter de woningen een heerlijke tuin. Ja, natuurlijk moet u er even doorheen prikken, want de komende maand wordt compleet deze tuin aangelegd. Dan krijgt u natuurlijk een heel ander beeld. Deze hoekwoning is dus verkocht. En vanaf hier, vanaf deze hemelwaterafvoer, begint de middenwoning. En dat is echt een mooie brede woning. Het is ook voorzien van een slaapkamer, een badkamer beneden en een fantastische tuin. Op het zuidoosten, dus goede zonligging, heel veel lichtinval. Het is een mooie brede kavel met ook een achterom, dus je kunt met de fiets ook achter het huis komen. En natuurlijk een stukje voor het huis, 270 vierkante meter ongeveer. Daar heb ik het gezamenlijke parkeerterrein nog niet in meegenomen. Dus je hebt echt een heerlijke woning met alles dus gelijkvloers en toch een lekker tuintje achter het huis. En de hoekwoning, dat is deze woning, die heeft maar liefst 390 meter grond. Dat is een hele mooie brede kavel, heeft heel veel privacy, ook die goede zonligging dus. En je ziet het, je hebt daar een heel mooi open stuk, waardoor je eigenlijk altijd wel een heerlijk plekje hebt met zon. Als u nou hier bijvoorbeeld een veranda maakt, dan gaat daar de zon onder. Dan geniet u hier heerlijk van de avondzon. Een huis met ook heel veel ruimte, beneden ook alles voorzieningen en ook boven een extra slaapkamer. Ik neem u nog even mee naar de voorkant van het huis. Hier achter mij wordt dus een gezamenlijk parkeerterrein aangelegd met hier een pad naar de woning naartoe. Hier naar de hoekwoning die dus verkocht is. En dan komen we hier bij de middenwoning, nummer B31B. Die heeft een prachtige entree met mooi die voorgevel die uitgelicht is. En nummer C31C die is hier aan het eind, de hoekwoning met 390 meter grond. En hoewel het nog niet helemaal klaar is, ga ik u toch alvast even een korte impressie geven. Allereerst van nummer 31B. Ja, het is een renovatie, maar eigenlijk kunt u het zien als een compleet nieuw huis. Want het heeft nieuwe bedrading, nieuwe voorzieningen. En hier heeft u een centrale entree met een vaste kast wat hier komt. Met aansluiting voor de wasapparatuur, toilet en de toegang daar naar de badkamer toe. Maar eerst de woonkamer. Ja, bij binnenkomst van de woonkamer, daar houdt u even de adem in. Wat een ruimte, de hoogte. Prachtig, dat geeft een hele mooie ruimtelijke beleving. En hier achter mij is een wand met aansluiting voor de keuken. Dus hier kunt u de keuken plaatsen, eetgedeelte hier en dan het zitgedeelte hier. Prachtig met die hoogte gecombineerd. En de raampartij hier aan de achterzijde. En zeker als je hier de zithoek hebt, lekker de openstaande deuren open naar de tuin, die uiteraard nog aangelegd wordt. Ja, hier dus heerlijk de zithoek. Lekker bij de tuin, de openstaande deuren. En dan hier de slaapkamer. Hier een mooie ruime oude slaapkamer met een grote trapkast hierachter. Hier past natuurlijk prima een 2-persoonsbed in. En heeft hier ook gelijk verbinding met de badkamer, die hierachter is. Opnieuw betegeld is, voorzien van een wastafel en een douche. Die is bijna klaar, die laat ik u graag in werkelijkheid zien. Maar boven is er nog meer ruimte. Ja, een andere verrassing op de eerste verdieping. Daar vindt u een hele mooie grote kamer. 3 raampartijen aan de voorzijde. Dit is natuurlijk een ideale aanvulling als u een hobby heeft of als u gasten heeft. Dan kunnen ze hier uitstekend slapen. En tevens vindt u hier de installaties, cv en de mechanische ventilatie. Zo, dat was de middenwoning. Dan nog de hoekwoning. Dit wordt natuurlijk allemaal keurig aangelegd, maar heeft u ook alvast een indruk van de hoekwoning. Je komt binnen in de centrale hal met de meterkast, helemaal vernieuwd. Bijkeuken met aansluiting voor de wasapparatuur. De badkamer en toilet en slaapkamer, maar eerst de woonkamer. En de woonkamer die is aan de achterzijde, dus ook tuingericht over de volle breedte. Met hier de aansluitingen voor de keuken. Openstaande deuren hier weer naar de tuin. En u ziet het ook, die grote raampartijen achter zorgen voor lekker veel lichtinval. En ook hier de hoogte in de woonkamer, die geeft die ruimtelijke beleving. Ja, wat ideaal is natuurlijk dat je gelijkvloers kunt wonen. En dan komen we weer terug in de hal met hier dus apart een toilet. En apart de badkamer met een douche en een wastafel. En ook een tweede toilet. En hier dus een grote slaapkamer.
Ja, het verschil met de middenwoning die hiernaast ligt, is dat je hierboven twee ruimtes hebt. Je komt eerst op een overloop waarbij je contact hebt met beneden. En dan twee kamers, waarvan een hobbykamer hier aan de achterzijde. Heeft een dakraam en een ingebouwde kast met daarin een cv-ketel. En de tweede kamer, de slaapkamer, die vindt u dus hier aan de zijkant. Het is ideaal natuurlijk dat u naast beneden wonen ook boven de ruimte heeft voor logees. Ja, het is nog wel een project waar u even doorheen moet kijken, waar de komende maand de laatste hand wordt gelegd aan de afwerking. Maar waar u wel straks een heerlijk huis heeft met alle moderne gemakken van goede isolatie en gelijkvloers wonen en toch een heerlijke tuin heeft. De tuin wordt aangelegd met een terras rondom het huis, gazon, wat struiken worden aangelegd, waardoor je eigenlijk gewoon gelijk kunt wonen, hooguit afwerking en de keuken een eigen smaak kunt maken. Nou, wilt u nog meer informatie over deze woning? Kijk dan alvast op de website. Belt u met ons kantoor voor een bezichtiging en zien we u graag terug om dit prachtige plekje in Vierhouten aan u te laten zien. Van harte welkom.